De dag begint vandaag mistig. Later is er ook wat ruimte voor de zon. Wordt zo'n 6 graden. Goedemorgen. U kijkt naar TV West Nieuws van maandag 18 februari. Ik ben Sander Knoera. Brussel is vanaf vandaag weer direct per trein te bereiken vanuit Den Haag. Vanaf Holland Spoor vertrekt vanmorgen een Intercity die gaat rijden in plaats van de Vira. De hoge snelheidstrein is uit de dienstregeling genomen omdat hij door storingen vaak niet reed. Het is de bedoeling dat er vanaf maart 8 keer per dag een trein gaat rijden tussen Den Haag en Brussel. De gemeente gaat intussen door met de actie om een permanente lage landenlijn op te zetten op het traject. Een grote zoekactie van de politie gisteravond in het Haagse Bos heeft niets opgeleverd. In de bosjes bij de Bezuidenhoutseweg en de Laan van Nieuw-Oost-Indië was een kinderfiets gevonden. Dat twitterde de politie. Bij de zoektocht werden honden en een helikopter ingezet. Na een paar uur werd het zoeken gestaakt. Van wie de fiets is, is nog niet bekend. De politie heeft zaterdagmiddag een klopjacht gehouden op twee autodieven die met een gestolen BMW betrokken waren bij een aanrijding in Nieuwekerk aan de IJssel. De gestolen BMW knalde op een Opel Corsa die vervolgens meerdere malen over de kop sloeg en een bushokje wegvaagde. Een van de inzittenden van de Opel raakte ernstig gewond. De man en vrouw die in de gestolen BMW zaten sloegen op de vlucht. Ze zijn nog spoorloos. Drie jongens hebben zaterdagavond geprobeerd een avondwinkel aan de Oudemansstraat in Den Haag te overvallen. Twee van de overvallers bedreigden een medewerker en eisten geld. Een derde stond op de uitkijk. Ze gingen uiteindelijk zonder buit vandoor. De speurtocht van de politie leverde niets op. Burgemeester Josias van Aartsen van Den Haag moet de regering onder druk zetten om met een oplossing te komen voor de vluchtelingen in de Sacramentskerk. Dat zegt PvdA-prominent en oud-politicus Jan Pronk. Hij bracht dit weekend een bezoek aan de kerk. De 25 vluchtelingen die in de Sacramentskerk zitten mogen niet in Nederland zijn. Maar ze kunnen ook niet terug naar hun eigen land. Want daar is het niet veilig of het land wil ze niet hebben. De mannen hier in de kerk vallen tussen wal en schip. We zijn 1,5 jaar illegaal. En er is geen verandering. Je bestaat gewoon niet, je wordt niet naar jou gekeken. Je bestaat gewoon niet. We zijn een mens, we zijn geen illegaal. Om aan alle Hagenaars te laten zien hoe ze in de kerk leven, was er een open dag. Buurtgenoten zagen dat de leefomstandigheden van de mannen verre van optimaal zijn. En dat zag ook oud-minister Pronk. Hij vindt dat de politiek te weinig doet voor deze mensen. Van Aartsen ken ik heel goed, oud-collega van me. Maar hij zal dan ook druk moeten uitoefenen, samen met Van der Laan in Amsterdam, op zowel de Partij van de Arbeid als de VVD in de Tweede Kamer, om te komen tot een politieke oplossing. Vooralsnog is er geen uitzicht op een politieke oplossing. En kunnen de vluchtelingen niets anders doen dan wachten. Wachten op een papiertje om hier te mogen leven. ADO Den Haag won het weekend met 2-1 van Heerenveen. Matchwinnaar Santi Kolk vierde zijn doelpunt met trainer Marie Stijn. Ja, het ging vanzelf. Hij is toch degene die ik belde toen ik weer wilde trainen om fit te worden. En mede dankzij hem heb ik deze kans gekregen natuurlijk. En dan was dat het eerste wat in me opkwam. Dat is gewoon een beetje emotie dan, zeg maar. Ik zag hem staan. Ik denk, ja, hij staat er zo blij bij. Ik denk, ik laat hem niet staan. Dus ik heb me sterk gemaakt voor zijn komst. En dat is heel moeizaam geweest binnen de club, omdat niet iedereen daarachter stond. Maar technisch en in de spelersgroep was iedereen vanaf dag 1 heel erg blij met de komst van Santi. Dus ik ben blij dat ik heb volgehouden om hem binnen te houden. En hij heeft dat beloond met een doelpunt. Maar hij hoeft me niet eens met een doelpunt te belonen. Hij is gewoon, hij heeft vorige week ook goed gespeeld. En hij is gewoon een van de belangrijke spelers in de selectie, zoals we er veel hebben. Milieudefensie, natuurorganisatie KNV en de Imkervereniging Westland houden een grote handtekeningenactie tegen bijensterfte. Ze willen daarmee een bedrijf in Pijnakker vragen om te stoppen met de verkoop van bestrijdingsmiddelen waar bijen van doodgaan. In Nederland zou de afgelopen jaren een derde van de bijenvolkeren zijn gestorven. Zeker 100 Westlanders gaven in Naaldwijk zaterdag een konvooi, het eerste zetje richting Afrika. Met 6 wagens vertrok een groep van Westlandse vrijwilligers. Ze gaan daar een mobiele tandartspraktijk op zetten. 13 Westlandse vrijwilligers zonder verstand van kiezen, maar wel van techniek, brengen namens het Westland 6 auto's naar Gambia. En die auto's die blijven daar. Met als belangrijkste de mobiele tandartspraktijk. Die is ingebouwd in een oud vrachtwagentje. De auto die hier achter ons staat gaan we naar Gambia toe brengen. Daar gaat vervolgens een Gambiaanse tandarts gaat daarin werken om de kinderen
te leren poetsen en om hun problemen met kiezen te verhelpen. Er zijn daar heel veel problemen met tanden. Ze hebben daar gebitten die echt gewoon waanzinnig slecht zijn. En het is eigenlijk door onwetendheid dat zo erg is. En ik denk dat je daarom in de preventieve sfeer ontzettend goede resultaten kunt krijgen. Veel Westlanders kwamen het konvooi uitzwaaien. En enkele Westlandse tandartsen gaan er straks nog achteraan. Want ik zal ze wel wakker blijven houden dat ze misschien ook naar Gambia gaan. En er zijn zeker ook gegadigden die daar zeggen dat ze willen. De reis duurt 2 weken, zodat de praktijk in Gambia op 1 maart kan worden geopend. Kijken we nog even wat de kranten schrijven vanmorgen. Het AD schrijft dat een groot stuk grond in de buurt van de Haagse Weimarstraat vervuild is. De vervuiling komt af van een chemische wasserij. Om te voorkomen dat de stoffen zich verder verspreiden, gaat de gemeente nu de bodem saneren. Het vervuilde stuk grond grenst aan een stadstuin, de Emmashof. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de tuin. En in Trouw op de voorpagina een interview met de 21-jarige Galit. Hij is lid van een jeugdbende in Den Haag Zuidwest. Hij vertelt in het interview het geweld wat hij dagelijks meemaakt en waar hij ook zelf aan deelneemt. Hij zegt: mijn vrienden en ik maken de dienst uit in de buurt en geweld wordt daarbij niet geschuwd. Tot zover TV West Nieuws voor dit moment. Meer nieuws vindt u op onze website omroepwest.nl. Natuurlijk zijn we ook de hele dag te beluisteren via 89.3 Radio West. Voor nu wens ik u een hele fijne dag.